Een hele tijd geleden heb ik de digitale middenformaatcamera van Fujifilm getest, namelijk de GFX 50R was het. De S is de grote versie, de R is de iets compactere versie. Maar de reden waarom dat ik die camera toch wel graag wou, is wel nog redelijk verrassend. Dat is echt een camera dat is vooral bedoeld voor professionele fotografen. Dus het zijn grote sensors, ze hebben een heel groot dynamisch bereik. Dat is een groot voordeel. Door de grotere sensor heb je ook minder scherptediepte. Maar in die GFX 50 heb je al vrij oude sensors. Waardoor dat de recentere, kleinere APS-C sensormodellen, zoals de X-T2 die ik zelf heb, eigenlijk al bijna evenveel dynamisch, niet evenveel dynamisch bereik, maar ook een goed dynamisch bereik hebben. De lichtsterke prime lenzen zijn over het algemeen 2.8, er is denk ik 1 met een maximale opening van f2, maar al de rest is bijna allemaal 2.8. En als je gaat kijken naar APS-C, dan heb je bij Fujifilm heb je de 1.4 series, de f2 series die ook nog eens betaalbaar zijn. En je hebt zelf één specifieke portretlens, de 56 1.2. En met die 1.2 ga je eigenlijk nog veel minder scherptediepte bekomen dan met zo'n grotere sensor met een 2.8 diafragma. Dus dat heft zichzelf een beetje op. Ook qua ruisverhouding, je zou verwachten met hogere ISO's dat zo'n grotere sensor daar beter mee overweg kan. Dat was denk ik een van de grootste teleurstellingen met die GFX. Dat bleek namelijk, en dat is denk ik omdat dat al een vrij oude sensor is, dat bleek namelijk helemaal niet zo indrukwekkend. Maar ik heb het dus niet gedaan. Maar wat mij wel nog het meest verraste was eigenlijk de reden waarom dat ik wel nog altijd ben blijven kijken naar de prijzen van die GFX-series. En die gaan, ik denk dat er nu een actie afloopt, 15 januari. Dan, tot dan krijg je nog €500 op de lens en op de body. Dus €1000 korting, maar dat loopt af. Maar ik heb eigenlijk de beste feature van al aan die camera's, vond ik eigenlijk de panoramamogelijkheid. En dan bedoel ik niet zoals dat je met de X-E3 en de X-T1 en 2 enzovoort, dat je een foto maakt, of dat je verschillende foto's zo maakt, die dan aan elkaar gehangen worden. Dat bedoel ik niet, want dat kun je dus met die camera's ook. Ik bedoel echt één opname en in die ene opname een panorama. Dus eigenlijk komt het meer neer op een crop van je foto. In een, is het 65 of 24 is de juiste verhouding, denk ik. Dus een heel... Je hebt die televisie hier achter mij, is 16 op 9, geloof ik. Ja, ik zit er deels voor. Zo, dat is panorama. Allee, dat is geen panorama, maar dat is cinema. Dat is een cinemaverhouding. Maar dus de panoramaverhouding is nog net iets smaller, met 65 op 24. En bij die GFX-serie kun je dat gewoon instellen, dus waar dat je... die 16-9 ook kunt instellen op de X-series, kun je daar bij die GFX ook naar die panorama gaan. En ze kunnen dat in één opname maken, omdat je daar, wat je dan doet, is eigenlijk maar de helft van je sensor gebruiken, in het midden natuurlijke strook. Dus dan zou je, als ik dat hier op dat beeld bekijk, heb je zo'n strookbeeld die gebruikt wordt. Maar je hebt een 50 megapixel sensor, dus je hebt enorm veel pixels, dus dan heb je nog 25 megapixels over als je maar de helft van die sensor gebruikt. Terwijl als ik met die camera's, dat zijn 24 megapixel camera's, als ik daar maar de helft van gebruik, heb ik maar een 12 megapixel foto. Beter die panorama instelt op de GFX, dan krijg je zwarte ronde rond je beeld, dus dan kun je echt die panorama zien in je zoeker. En zo kun je een goede compositie maken. Maar kijk, je kunt het al zien ondertussen. Ik heb daar een oplossing voor gevonden. Ik heb dus met goedkoop schildersplakband. Het is wel schildersplakband voor gevoelige ondergronden. Dus die zo weinig mogelijk sporen achterlaat. Die kun je gerust een week laten hangen. Ik zou hem geen maanden laten hangen in dit soort tape. Je kan ook gewoon een schilderstape gebruiken. Maar dan zou ik het zeker niet langer dan een dag laten hangen. Want dan ga je lijmresten krijgen op je beeldscherm. Ik heb het op het achterste beeldscherm gedaan. Ik heb ook al geëxperimenteerd met... inserts die ik hierin steek, maar je moet dan eigenlijk zodanig dicht op je moet hem eigenlijk het kadertje moet dan echt op je sensor gaan leggen en dan moet je de elektronische sluiter gaan instellen om te voorkomen dat je je sluiter kapot maakt op dat stukje plastic of papier dat je daartussen steekt. Maar op die manier kan ik dus wel mijn compositie maken met de juiste verhouding. Ik heb ook een aantal foto's dat ik ga delen ondertussen. Hè. Nu het gemakkelijke, ik heb het op de X-E3 gedaan omdat dat is een vast scherm en omdat dat een compacte camera is die ik bijna altijd overal bij mij heb. Ik ga dat zeker ook voor straatfotografie gebruiken, die panoramaverhouding. Ja, dus als het goed is, kun je nu
die verhouding een beetje zien, ja. En je ziet doorheen de tape, zie je nog wel een klein beetje wat dat, de icoontjes zijn eronder. Want daaronder staat bijvoorbeeld uw belichting. Nee, uw lichtmeter zie je nog wel in beeld. Die staat daar aan de zijkant. Maar uw instellingen kun je niet zien. En vooral de batterijduur zie je bijvoorbeeld ook niet. Maar je kan heel gemakkelijk, als je dan gewoon je oog op de zoeker houdt, kijk, dan schakelt het beeld over naar de optische zoeker. En dan kun je in die zoeken natuurlijk wel nog je volledige beeld zien. Maar dan heb je die crop niet. Hè. Dus de truc is van je compositie zo te maken. Op het display achteraan. En dan als je instellingen wilt kijken of controleren of veranderen. Dan kun je eventueel in de zoeker gaan kijken. Of als je voor de zekerheid toch de volledige kadrage wil zien. Kun je ook in de zoeker gaan controleren op wat voor beeld dat je uitkomt. Ik ga deze video gewoon afronden met een paar foto's. Ik heb hem nu nog maar een dag zo gebruikt hoor. Ik zal er nog wel een keer mee op uittrekken ook, voor wat meer foto's te maken. Maar het is super leuk om te doen. Het is echt, voor mij werkt het persoonlijk niet om je foto achteraf gewoon te kroppen. Dat werkt voor mij niet. Omdat je dan je compositie niet te goed kunt maken. En dat lost eigenlijk dat probleem op. Ah ja, hoe dat ik die foto's dan krop, dat kan ik ook nog laten zien. Dat zal ik even op mijn telefoon laten zien. Ik heb eigenlijk ik heb een beetje zitten zoeken. En blijkbaar is dat nog niet zo evident om een app te vinden die op 6524 kropt. Of zoals in Lightroom, dat je zelf kunt instellen dat je een bepaalde verhouding wilt kroppen. Blijkbaar is dat niet evident. Bestaan er niet veel apps. Ik ben uiteindelijk uitgekomen, ik heb van alles geprobeerd, maar de meeste hebben zo een aantal vaste verhoudingen, zoals 1 op 1, 3 op 2, 5 op 4, 16 op 9, dat soort dingen. Dus de meest voor de hand liggende instelling als preset en dan de optie om vrij een kadrering te kiezen. Maar het probleem is natuurlijk dat je wel expliciet aan die verhouding wil doen. En uiteindelijk heb ik het gevonden in de Adobe Photoshop Express app. Heb eigenlijk bij de cropfunctie heb je ook zo een hele reeks van presets. Maar echt een enorm lange reeks. En de presets zijn zo dingen als YouTube, banner, Facebook, reclame enzovoort. Allerlei heel specifieke verhoudingen. Er is één panorama verhouding, ik denk dat 3:1 was. Maar die is net iets smaller nog dan deze. Dus dat is nog net iets extremer dan dit. Nu, je kunt dan natuurlijk ook... Je kunt dat scherm ook gaan afvlakken op 3:9. Maar ik denk dat dat voor mij al iets te extreem zou zijn. De verhouding die het best overeenkwam met dit hier, op 1 of 2 pixels na, kwam ik hierop uit, was de Facebook banner, was het denk ik. Maar dat is dus hoe dat ik uiteindelijk mijn panorama's maak.